Thuis zou een krap zijn, hè? Ja. Hoe zou je dan heten? En geen meneer krap zeg. Mevrouw Sharp Arm. Man. En jij? Mr. Spiky. Hi, hi mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik en Daf zouden mukbang maken, dat hebben we gedaan. Maar omdat hij zo fucking lomp is, heeft hij mijn camera kapot laten gaan. En nu gaat hij, ja, hij gaat wel aan, maar die lens heeft nu een storing. Dus ja, hij tript gewoon helemaal. Dus ja, ik heb ongeveer 8 minuten opgenomen op mijn telefoon. Dus dat ga ik gewoon laten zien aan jullie. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Nou, hier komt ie hoor. Tjallas. Oh my god. Look at this. Kijk, deze op de bed. En ik heb de hele dag op mijn telefoon gezet. Eten. En dit is een Instagram telefoonnummer. Everything. Oh, je vindt het ook nog eens leuk dat ik. Nee, ik leuk. Vind het niet grappig, maar ik wil gewoon zien hoe het valt. Oké, nou mensen, Davio heeft die vlogcamera. Ik expres, hè? Heeft mijn vlogcamera kapot laten gaan vallen. Ga laten maken. Je hoeft niet doorheen te schreeuwen, want ik wil gewoon zeggen dat je het kapot hebt laten vallen. Davio heeft mijn vlogcamera laten vallen. Oh, ik heb hier nog de beelden ervan hoe die valt. Met een vrouw aan tafel, man. Nee, je gaat het niet goed zien. Ik vond net als een jongen. Ja, maar die scheef voor jou, die zijn ook niet echt lekker. Vind je dat grappig? Nee, ik lach niet, ik lach niet. Nou, ik hoorde wel een lach hoor. Je was net zucht zo. Kan iemand me uitleggen hoe je kreef eet? Ja, kom je nog naast me zitten? Ik kom maar aan, ik zet even wat drinken, ja. Oké, kijk, je moet het zo door het midden kraken. En dan eet je dat witte vlees eruit. Weer. Wow. Nee. Eww. Ga dat ding eten. Wat? Dus alleen jij mag het. Kom dan. Hé hey, jongens. Ik wil kom jullie dit eten pakken, maar er is bami, broccoli. Ik wil bami. En kijk naar die boek. Cuba. Dat is voor jou. Satisfying. Kijk gewoon, dit zit van 3 jaar geleden. 2 jaar. Oh, die bak is echt groot. Nou jongens, kijk, daar gaat de telefoon bij. Laat me rustig zitten. Mooi joh. Kom eens staan. Pak een bord. Oh, alleen jij mag drinken. Dat is voor jou. Niet ver van mij. Dat was niet voor mij. Huh? Dat heb je gewoon net verzonnen. We zijn 2-1, toch? Sinds wanneer? Als echt alleen wanneer het je uitkomt. Ah, shit. Wow, dat is echt super sharp. Mm-hmm. Ik wil me echt cursus geven hoe je kreef eet, because I don't get it. Ja, is echt moeilijk. Ja, man, echt een doof. Maar weet je wat ik ook vervelend vind? Dat er zo weinig altijd in zit. Ja, je loopt echt 10 uur te peuteren voor echt maar een paar kleine stukjes. Oh, ik zit echt vol, man. Jullie moesten echt eens weten hoe vol die bak zat. En hoeveel bami er nog is, en vlees en wat dan ook. Wat is dit bakkojauw? Voor heel de wijk. Is dit bakkojauw? Ruik als zoete rijst ofzo. Zoete rijst? Mm-hmm. Is geen zoete rijst hoor. Zo, we hebben ook nog een snoepjes erbij, wat een service, hè? Ja, we hebben ook nog wafels en bananenchips. Wow. Nou, waar zie je jezelf over 2 jaar? En moet redelijk zijn. Redelijk, ja. Gewoon realistisch, toch? Ja. Over 2 jaar zie ik mezelf. Alhamdulillah, zie ik mezelf. Kijk, mensen zeggen dat je het eruit moet zuigen, maar er zit volgens mij helemaal niks in de pootje, hoor. Ja, zuig dan.
Kan je wel, toch? Over 2 jaar... Over 2 jaar zie ik mezelf. Ik denk gewoon... haalbaar, realistisch, paar webshops. Eigen marketing, onderneming. Ik ben ook met de eigen restaurant bezig. Dus ja. Dat moet sowieso wel lukken binnen 2 jaar. Ook big plans. En anders gaan we weer werken bij de Albert Heijn. Dat kan altijd. Zo weer werken. Je hebt nooit gewerkt bij de Albert Heijn. Nee. Ja. Ik bedoel, er is altijd nog mogelijkheid. We moeten nooit opgeven. Zo karnaal. Nee, man. Zo, ik zit wel vol. Ik moet even ja, ik zie onszelf binnen 2 jaar sowieso. De meest bekende koppel van Nederland. Want ik wil niet haakles of zo, maar ik vind ons echt de leukste koppel in Nederland. Ja. Alles komt sowieso met de tijd. Met de tijd. Stroom je moeder, stroom je meid. Stel je zou een krab zijn, hè? Ja. Hoe zou je dan heten? En geen meneer krap zich. Mevrouw Sharp Arm. En jij? Mr. Spiky. jullie willen lachen daar in die hoek. Ga je ballen wassen. Mr. Spiky, jij zou sowieso die ene krap zijn die zomaar loeboete en straf. Ja. Onder water. Het zit ook vol, man. Het is echt vol. Ik zit vol. Het is echt vol. Het is echt vol. Ik zit echt vol. Wow. Oké, laatste vraag. Laatste vraag en dan moet ik gaan liggen. Want mijn buik is vol. Wat ik van jou wil weten. Ja. Ik weet niet, man. Ik ben niet zo interessant. Ik weet het niet zo. Jij bent ook niet zo interessant, hoor. Dat denk je wel met die blauwe ogen van je. Dat iedereen het maar interessant vindt. Ja, vinden ze ook. Eeuw, wat is dit? Ja. Dit lijkt echt op een ingedrukt kontje. Zo. So, dat kontje is ingedrukt, hoor. Wat is dit? Het is gewoon een garnaal, man, een rode. Oh, so, dit is die gezicht. Ja, dacht dat gezicht. Ja. Niet dit. Maar dit hey, gadverdamme, man. Ik heb net gedoucht. Oh ja. Hey, niet met eten gooien. Huh? Mag niet met eten gooien. Nou, het was super lekker. Het was heerlijk. Ik zit echt bomvol. Er ligt nog een kilo vlees en rijst. Ja, we kunnen heel de buurt voeren. Vuren? Vuren. Ja, dat kunnen we ook. Hallo, even stilte in de back. Ja, we zijn gewoon aan het opnemen, hoor. Nou. Het was weer een zalig etentje. Zoals je ziet, de bak is heel... Ja, laat het nou maar niet weer vallen. Als jullie nog dingen voor ons willen weten, zet in de comments. Volg ook Davio op TikTok. Wat is je TikTok? Enrico Fuentes. Enrico Fuentes. Ja, het staat hier zo, hiernaast. Hier. Hier tussen onze vingers. Doe je vinger omhoog. Hier staat het. Dus hier klikken, hè? Hier klikken. Nee, niet daar klikken. Daar staat je naam. Ik kan toch geen link in een video zetten? Maar je kan toch mijn naam hier zetten? Ja, maar jij zegt hier klikken. Oh, kan je dat niet doen? Nee, dat als ze erop klikken, dan gaan ze swipe. Nee, dat kan niet. Dat kan alleen in de bio. Oh, dat zou wel hard zijn als YouTube dat zou hebben. Ja, man. Maar in ieder geval, hij is ook gaan op TikTok deze dagen. Maar ga maar niet te veel reageren, want dan gaat hij zichzelf te lekker voelen. Dus blijf reageren in de comments. Ja. En ja, binnenkort komen er nieuwe leuke dingen online. Je weet gewoon even liking op YouTube. Maar ja, we zijn goed bezig, je weet toch? En ja, like deze video, subscribe en ja, dat was het toch wel. En, wacht, we hebben like, comment, subscribe en ja, dat was het toch? Ja, toch? Ja. Nou, duidelijk, wij gaan ervoor uitrusten van al het vreten wat we naar binnen hebben gesmokkeld. En naar binnen hebben gesmokkeld? We hebben het gewoon gekregen. Ja, we hebben toch in onze buik gesmokkeld. Opgesmukkeld. Hoe noemen ze dat? Opgesmikkeld. Opgesmikkeld, ja. We hebben alles even opgesmikkeld. Het zijn echt van die woorden die we echt nooit gebruiken. Nou,
Dat was de video. Wat vond je ervan? Laat een reactie achter en nog. Ja, het duurt echt alweer te lang. Dan zien we ons back.